Onze stad groeit. Meer woningen, meer winkels, meer werkgelegenheid en meer recreatiemogelijkheden. Mooie ontwikkelingen, maar het betekent ook meer autoverkeer. Hoe blijft de stad bereikbaar, leefbaar, aantrekkelijk en veilig? Meer wegen aanleggen? Een nog drukkere ringbaan West en nog meer autoverkeer op de Cityring? En daarmee minder ruimte voor wonen, werken, winkelen en recreëren? We kunnen ook het bestaande autonetwerk anders gaan gebruiken en anders gaan inrichten om Tilburg zo klaar te maken voor de toekomst. Neem als voorbeeld de Cityring. In de jaren 60 was er nog plek voor grote en brede autowegen in de binnenstad, zoals op de Schouwburgring. Maar de binnenstad groeit en de Cityring is steeds meer een barrière geworden tussen de binnenstad en bijvoorbeeld de Piushaven en de spoorzone. Er wordt regelmatig te hard gereden door autoverkeer en de weg voelt onveilig voor voetgangers en fietsers. De helft van het verkeer op de Cityring hoeft helemaal niet in de binnenstad te zijn en passeert zonder er te wonen, te werken of de winkels te bezoeken. Dit autoverkeer kan ook goed gebruik maken van de ringbanen of de buitenring. Hier is nog voldoende ruimte voor het autoverkeer beschikbaar. Zo verplaatsen we de grotere verkeersdrukte als het ware van binnen naar buiten en kunnen we de ruimte in de binnenstad anders benutten. Voor de ontwikkeling van de binnenstad is het nodig om het verkeer te beperken tot het verkeer dat hier echt moet zijn. Dat kan door de Cityring als doorgaande ring op te heffen en om te vormen tot een route voor bestemmingsverkeer. Via de oostkant zijn alle pleinen in de binnenstad, maar ook de spoorzone en de Piushaven, met elkaar verbonden. Dit geldt voor het Bestertplein, het NS-plein, de Heuvel, het Piusplein en het Koningsplein. Dit gebied is ook belangrijk voor optochten en evenementen, zoals carnaval en de kermis. Maar momenteel is deze pleinenroute vooral een drukke autoweg waar regelmatig hard wordt gereden en waar het lastig is om over te steken. Door in de binnenstad alleen nog bestemmingsverkeer toe te laten, ontstaat er ruimte. Met deze ruimte kunnen we een stadsboulevard maken met een aantrekkelijke en groene inrichting voor alle gebruikers van de binnenstad. Zo ontstaat in de binnenstad ruimte voor fietsers, voetgangers, terrassen, wonen en meer groen. De parkeergarages blijven natuurlijk goed bereikbaar voor bezoekers. Dat is een voorwaarde. Ook kunnen alle bewoners bij hun woning komen, kunnen werknemers naar het werk, hebben hulpdiensten de ruimte en kunnen winkels nog bevoorraad worden. Zonder doorgaand autoverkeer in de binnenstad ontstaat weer een leefbaar, aantrekkelijk en verkeersveilig centrum. Uit onderzoek blijkt dat het kan. De afgelopen jaren hebben we met tijdelijke maatregelen, zoals de midgetgolfbaan, gezorgd voor minder verkeer en een betere verkeersveiligheid. Dit terwijl de binnenstad goed bereikbaar bleef. Zonder doorgaand autoverkeer in het centrum ontstaan bovendien extra kansen om van het Stadsforum een mooie plek te maken. Dit nieuwe plein, in Hartje Centrum, krijgt veel groen, horeca en een podium voor de Schouwburg en de Fontys Hogeschool. Het wordt een rustig plein waar je kunt uitblazen na een bezoekje aan de stad. Je bezoekt er de markt of geniet van evenementen, zoals de kermis. Het is er goed toeven. Ook is het een plek die de verbinding gaat maken met de Piushaven. De ringbaan West dreigt, als we niets doen, steeds drukker te worden en vormt zo een nog grotere barrière in onze stad. We kunnen anders met onze wegen omgaan. Door bijvoorbeeld de Noordoost-tangent direct op de Midden-Brabantweg aan te sluiten, de snelheid op de ringbaan West terug te brengen en de burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg beter te benutten, leiden we verkeer naar andere routes meer om de stad heen. De ringbaan West belasten we hierdoor minder met doorgaand verkeer. De weg kan op de lange termijn terug van 4 rijstroken naar 2 rijstroken. Zo ontstaat er meer ruimte voor parkeren, lopen, fietsen, veilig oversteken en extra groen. De achterliggende wijken zijn dan weer beter verbonden met de binnenstad. En omwonenden hebben minder last van het verkeer. De Hart van Brabantlaan en de Kobbehagenlaan vormen samen de verbinding tussen de binnenstad en Tilburg University. Het is een brede weg waar vaak hard wordt gereden. Ook deze drukke en brede vierbaansweg kan, als we anders omgaan met onze wegen, op termijn worden omgebouwd naar een smallere weg met veel groen. Zo ontstaat meer ruimte voor voetgangers en fietsers die op en neer pendelen tussen de binnenstad en de universiteit. Ook verbinden we het spoorpark zo beter met de stad. De onderzoeken laten zien dat het kan. Verkeerskundig, maar zeker ook ruimtelijk en economisch. Het maakt Tilburg een stad die meer bezoekers aantrekt, die een dagje komen winkelen en verblijven. Mooi Tilburg. En dat heeft een positief effect op de omzet in de binnenstad. Met name voor de winkels, hotels en horeca.
Bovendien biedt de extra ruimte ook kansen om meer woningen in de stad te bouwen. En ook dat zorgt weer voor meer klanten. Zowel in de binnenstad als in de winkelcentra in de woonwijken. Daarnaast biedt het mogelijkheden om meer groen in te zetten tegen de opwarming van de stad. We hebben hier ook al met verschillende partners over gesproken en de meerwaarde van deze nieuwe aanpak wordt gezien. Dit toekomstplaatje is er niet vandaag of morgen. Maar over 10 jaar hopen we een belangrijk deel hiervan gerealiseerd te hebben. Daarvoor moeten we dan wel nu aan de slag. Hier willen we graag samen met jou over in gesprek. Zo kunnen we samen genieten van een mooi Tilburg. De bereikbare en aantrekkelijke stad van morgen maken we samen. Dit doen we graag samen met jou.